even met mijn maat in het museum van beeld en geluid. Ik heb net even mijn Bataafse vlag buiten opgehangen. Oh, hij zit er, die Amarij. Bent hij wat toon voor die televisieuitzendingen, weet je wat, met die dingen. Oh ja. Daar zitten jij allemaal. Kijk, hier zitten ze allemaal met de telefoons. Als zo'n actie is van 555 en zo. Maar we mochten er eigenlijk niet in, maar ja, wij komen overal binnen. Uiteraard. We gaan eens even kijken. Van wie niet? Hoe jullie? Oh. Dat is wel interessant, Wabel. Het is glas en looswerk. Ja? Duister, you have internet cards? Ja, maar ik ben net niet. Ja, dat heb je allemaal al gezegd. Dat is hier beneden. Oh, is het hier beneden? Ja. Oh, ja, we lopen even hier gewoon langs. Dat is goed als je hier hebt. Ja, ja, doe je eerst lekker uit, man. Ja. Zeker. Ach ja. Zeker dan? Ja, we moeten entree betalen voor de man en zo. Daar zijn we net geweest, man, met die man. Zijn we entree betalen? Ja, ja, zeker, zeker. Ja, moet je weer bluffen, weet je. Bluff, bluff, bluff. De brutaalste van de hele wereld. Die voelt dat hij goed is, man. Ah, kijk, hè. Nou, voor iemand die zelfmoordneigingen heeft, ideaal. Aanloop je door het raam, plats. Einde verhaal. Nee, maar het is jammer, want we komen best wel van ver. Ja. Ja. Staat er badjas van hem de wie? Ja. Oh, hier, hij kon die landsregister. Wacht even. Ik denk ze wie deze zo bekend moet worden in die tijd. Dat is toch nog wel zeker. En dan kun je het controleren, want je moet. Wat je nou hoes? De vijf is een Jans is te bellen. Ja, maar dat kent ze toch. Kent ze ook nog een ander plaats, hè? Dat ziet ze toch niet? Ik heb je staan uitlachen. Ja, heb je gezien? Ja, ik kom zo naar achteren en daar. Ja. Maar is dit een badjas voor hem? Ja. Oh ja, dat is goed. Ja, ik weet niet of je het gezien heeft, maar er was een filmpje dat vroeg die dingen, die kunnen bezien, maar. Die ene, hoe heet die? Ja, Goode, van Goode. Goode. Ja, die vroeg aan de deur, maar van, in verband met benzine en zo. En wij hebben hier een tentoonstelling gehad van dat. Van, een aantal jaren geleden hadden wij een tentoonstelling van hem. Ik heb alles gezien. Ja, maar toen, toen vroeg hij dus, je moest had het verkeerd ingevullen zo, en moest in 2025 sterven zo. En dan zei hij de brief van, ja, maar je had nog bonnen en noem maar op en zo. Ja, ik heb het vanochtend nog zitten kijken. Was dat paard? Ja, ja. Maar dat was toch toevallig, ja. Ja, dat is normaal. Dat was toch toevallig, hè, dat hij een beetje had. Eigenlijk, en dat filmpje waar het op stond, was ook nog 27 minuten 3 seconden. Dus dat was ook nog sinds een sterfdatum. Dus ja, dat is een beetje raar, of niet? Dat vind ik wel een beetje raar. Oké, ja. Toeval bestaat niet, zeggen ze maar. Nee, toeval bestaat niet, nee. Hij kent ze ook met noes, hè. Hij kent ze koptelefoon op toe en dan...
Even zo nog lopen. Kijk, de oude, allereerst oude camera's. Maar er staat een oude tele en dingen. Fax. Fax of is dat een videorecorder? Ja, dat is toch een Sujetje. De oude platenspeler, televisie. Oh hey, als ze zo'n oude VCR 2000 wordt ze voor twee kanten koetsen die dingen spelen. Compact disc. Oh, dat weet ik niet. Oh, we zijn een display, man. Hé, maar doe zo'n naam van dat jaar en van de iertje. Koetsen vuur en hingers die koetsen spelen van die bang. VCR 2000, koetsen 8 uur op spelen. Hele oude televisiekamer, die kan ik me nog herinneren toen ik ooit eens op het Slagerfestival was. En dan de zelfmoord verdiepingen. Kijk, Mies Bouwman en allemaal daar zondemoord. Kijk, waar is die zondemoord? Even kijken, waar is dat nog? Waar is die zondemoord, die visueel? Nou ja, dat is hem. Nou, is dat hem nou? Nou, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval is het wel leuk, maar ja, je moet betalen. En 20 euro betalen ga ik niet doen. Kijk, hier ook. Hé, hey, de suicide verdiepen. Hey. En daar ook. Hier moeten we zijn. Mensen, dit is dus de plek Mediapark waar Professor Pim Fortuyn is.